derde pas gaat hij door. Ik stap en ik wacht. Ik wacht. Ik verleng zijn actie. Dus hij draait op zijn rechtervoet. Ja, zijn linkerbeen is nog achter. En jullie? En op een die kool, hier wacht. Ja, alleen een bijtrekken en dan daar wachten. Dat is, je moet wachten. Hij stapt. Hij wacht. Ik wacht. Hier is hij in zijn meest onbelangrijke positie. Over zijn kleine teen komt hij te staan. En dat klopt ook. En dat veroorzaakt door hem hier tegen te halen, daar krijg je kanteling. En door met links en met linkerbeen te verlengen. Dus ik verleng.